Welkom bij een nieuw filmpje van Wisdom. In dit filmpje gaan we kijken naar oplossingen van differentiaalvergelijkingen. We gaan een oplossing zoeken voor de differentiaalvergelijking. Y-accent is cosinus x. En voordat we dat gaan doen, moeten we even bedenken, wat is dat nou ook alweer? De oplossing van een differentiaalvergelijking. Ja, we gaan dus op zoek naar een functie. En die functie die moet ervoor zorgen dat als we die afleiden, want y-accent dat is de afgeleide, dat die dan cosinus x is. Ja, dan moet je even denken, hoe doen we dat ook weer? Misschien weet je al een functie waarvan de afgeleide cosinus x is. Maar om even te kijken, hoe zouden we het nou aanpakken? Ja, dan pakken we gewoon y-accent en daar doen we de integraal van berekenen, y-accent dx. En aan de rechterkant doen we dat ook. En dan krijgen we y is sinus x plus c. En die c die is even heel erg belangrijk. Vergeet die alsjeblieft niet. Want ja, wat doet dat nou ook alweer, die c? Die c die zorgt ervoor dat we meerdere oplossingen kunnen hebben. Bijvoorbeeld, c is 1. Dan is onze functie y is sinus x plus 1. En als we daar afgeleide van berekenen, dan wordt dat gewoon cosinus x. Maar als c 2 derde was, ja, dan is y opeens sinus x plus 2 derde. En dan is y-accent nog steeds cosinus x. En wat je dus ziet, is dat dit twee verschillende oplossingen zijn voor dezelfde differentiaalvergelijking. En dat heb je natuurlijk gezien in het richtingenveld, het lijnelementenveld. Er zijn ongelooflijk veel oplossingen voor een differentiaalvergelijking. Dus wat wij hier nu hebben is ja, oneindig veel oplossingen. Vergeet dus niet, een differentiaalvergelijking heeft altijd een functie als antwoord. En daar zijn er dus oneindig veel van. In de volgende filmpjes gaan we kijken hoe we een algemene oplossing kunnen vinden voor andere differentiaalvergelijkingen. Tot dan!